Goedemorgen, buurvrouw, ik heb even geen tijd vandaag. Hallo, waar ga je zo? Ik ga me snel registreren als ondernemer. Is dat niet toch om een BTW-certificaat te ontvangen? Dat is een bewijs dat ik ondernemer ben. Ik heb me geregistreerd. Wacht. Vertel me, Sana BTW. Dus hier is dat Sana BTW? Nee. Serieus zo? BTW is belasting toegevoegde waarde toch? Dat is een type belasting die ondernemers gaan moeten betalen. Belasting. Is dat dan? En de prinses die dit wat letterlijk. Zie je dat mee weg? Ik dacht, dat komt ons dan niet mooi. Ik heb haast toch? De president heeft dit wettelijk vastgesteld. Is dat toch? Dat als je een bedrijf hebt of een winkel of zo, dan kan je belasting ga je niet kan. Je gaat BTW moeten betalen. Oké, dat klopt. Begrijp je? Ja, dat klopt. En de regering was dat niet? Maar eigenlijk, even van je. Je ziet, noem maar een brok op je bakken. Manga Jacqueline. We verkopen eetjes via de poort aan een bedrijf. Buurman, luister nog. Ga eerst even kijken als je beter niet klikt te vinden. Wat eetjes verkopen voor de poort? Dat aan een bedrijf weer, hè? Ik wil me toch ook registreren. Mevrouw,